Hoi. Rollercastfeest. Rollercastfeest. We hebben een kaart gekregen van Van Binnendam, van de Lijkschouwer en van Louietje. Heel toevallig alle drie tegelijk. Maar ja, hadden er wel bij. Ze wensen ons een fijne feestdagen en ze vieren samen, ja, kerst dit jaar. Cool, ik ga dit jaar samen met mijn familie thuis kerst vieren. En jij, Vladimir? Ik ga lekker koemetten, net als vorig jaar. Deze keer nemen we alleen 15 liter meer van een koekmix. Dat zal nodig zijn, want vorig jaar was die 22 liter... voor mij, mijn vriendin en de leuter gewoonweg niet genoeg. Denk je dit jaar wel genoeg geduld hebt? Vorige keer heb je ook al het pannenkoekspul zelf opgedronken nog voordat je het hebt gebakken. Disgusting! En jij, Patrick, wat ga jij doen met kerst? Nou, eigenlijk helemaal niks. Want ik heb niemand om kerst mee te vieren. En ik wil geen cadeautjes kopen omdat de huizen zo duur zijn. Yes, in your face, ja! Ga je wel? Nee hoor. Woehoe! Hey. Waar is Patrick? Nou, wat ik doorgamen. Vinden jullie nou niet een beetje zielig voor Patrick dat hij nou helemaal alleen zijn kerst moet vieren? Wie? Oké, kunnen we dit even bespreken voordat jullie verder gamen? Oké. Weet je wat we moeten doen? We gaan de feestje speciaal voor hem maken! Ja, dan nodig iedereen gewoon uit. We hebben meer dan genoeg voedsel. Genoeg ook voor Vladimir? Denk het wel. Dan koopt iedereen gewoon een cadeautje voor hem. Dan is iedereen blij! Vooral Patrick. Ja, zou dit ontzettend leuk zijn? Ja, vind je ook niet? Ja. Ja? Ja! Nou, dat maar mooi beslist, hè? Ja! Ja? Ja! Verder spelen? Ja. Ja? Ja! Ja, oké, daar gaat hij dan. Goed, waar waren we? Ja, jongens, daar heb ik nou even echt geen zin in, hoor. Kerst is voor mij altijd een rustperiode. En zo'n feest kan ik nu even niet gebruiken, hoor. Ah, kom op, joh. Wat hartstikke leuk. Met al je vrienden. Met twee gameverslaafden. Ja! Yeah! En die miserabele sukkel. Maar hij moet komen. Vindt Patrick vast leuk. Wat kan mij die hele Patrick nou schelen? Hij heeft Wikipedia nodig om zijn veters te strikken. Hij heeft tegenwoordig geen Wikipedia meer nodig, want hij heeft instappers. Oh, nou dat maakt het helemaal goed. Maar ik heb geen zin in een feest wat alleen maar om hem draait. Nou, als je nog bedenkt, dan mag je even goed nog komen. Nou, als je het niet erg vindt, ga ik gewoon de kerst heen slapen, hoor. Het is niet dat ik jullie gezelschap niet waardeer, maar jullie zijn gewoon stom. Nee, wacht. Dat is niet helemaal waar. Ik waardeer jullie gezelschap gewoon niet. Ik bewaar wat cake. Kruimels voor je. Dus, we gaan een feestje maken speciaal voor Patrick. En met veel muziek en eten. Objection! We doen alleen mee als er games zijn. Inderdaad. Daar zat ik al een beetje aan te denken. En opeens had ik het gewoon. Wat? Word je conducteur? Nee, daar had ik het helemaal niet over. Ik had het over een Wii tennis toernooi, jongens. Come on! Nee. Nee. No way. Toch zou ik het leuk vinden als de leuter er ook was. Thank you.
hey, Mr. Bob, wat doe jij hier nou nog? Het is al zo laat. Het is Vladimir. Ik kom je vertellen dat hier 3 geesten zullen komen. Oh, 3 geesten, dat zal even moeten... 3 geesten? Wat? Ik ben je overleden partner. Vladimir. Heb jij te veel Charles Dickens gelezen vandaag, Mr. Bob? Zeg maar, Vladimir. Weet je dat niet meer? Toen de moordenaar van Gerrit Schiffer zochten. Toen kwam hij achter mij aan. Gerrit Schiffers? Dat was Matthijs, weet je nog? Met die test van Dan Sheffield? Weet je dat niet meer, Mr. Bob? Vladimir. De 3 geesten zullen jou komen bijbrengen. Wat kerst inhoudt. Heb je soms iets verkeerds gegeten of zo? Beware!